De Curaçao Tourist Board heeft vandaag een virtuele persreis georganiseerd naar het eiland. Diverse mediahuizen hebben via Zoom een reis door deze vakantiebestemmingen gemaakt. Tijdens deze virtuele persreis hebben de deelnemers een tour gehad door Willemstad. Met als doel de mogelijkheden die Curaçao als toerisme-destinatie biedt opnieuw aan te geven. Janine de Wind zegt dat er een goede voorbereiding is voor de heropening van de grenzen. En er liggen protocollen klaar voor wat betreft het COVID-19-virus. Het eiland telt nu iets meer dan 500 positieve COVID-19-gevallen. Tot nu toe zijn er 2 personen aan dit virus overleden. Bij de heropening van de grens zullen toeristen dan ook een negatieve CPR-test moeten overleggen. Ook moeten de COVID-19-maatregelen op bepaalde plekken op het eiland streng worden opgevolgd. Op de stranden zal er niet zo strak gelet worden op deze maatregelen, gezien het besmettingsgevaar daar minder is. Verder zijn tijdens deze reis de vele mogelijkheden besproken die het eiland biedt aan stranden en baaien, een presentatie over koraalvissen en een workshop body scrub maken.